en welkom op Vlogmas dag 9. Heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed. Ik werd vanochtend wakker met de melding van mijn Apple Watch dat ik te weinig heb bewogen. Ik heb dan namelijk elke dag een caloriedoel die ik wil bereiken. En vorige week heb ik die maar 3 keer bereikt. 3 van de 7 keer. En het doel is natuurlijk om dat elke dag te bereiken. Dus ik ben op zoek naar mijn schoenen. Want ik dacht, het zonnetje schijnt. Ik heb mijn mooie koffiemak to go. Dus ik ga lekker een ommetje doen. Ik zit wel over een half uurtje weer in een overleg. Dus het wordt een snel ommetje. Maar dat moet op zich wel lukken, denk ik. Nou, dit is dus echt super fijn. Ik ben helemaal blij met mijn koffie en mijn ommetje op de vroege maandagochtend. Lekker in het zonnetje. Ik had met mezelf vanochtend afgesproken dat bij de eerste zonnestralen, omdat er werd voorspeld dat het de hele dag zou gaan regenen, dat ik bij de eerste zonnestralen meteen naar buiten zou gaan. Nou, dat was dus nu meteen. Ik hoop dat ik zo op tijd terug ben. Ja, dat weet ik allemaal wel. Want om 10 uur heb ik een overleg. Wij zitten dan wekelijks om naar onze weektargets te kijken van vorige week. En of we die hebben gehaald. En dan bespreken we met het team van Academy in dit geval even bijzonderheden. Marketingplannen. Nieuwe trainingen die we moeten promoten. En bijzonderheden op de customer service desk. En vanuit mijn rol bij marketing. Vanuit mijn rol als growth marketeer. Kijk ik dan natuurlijk ook naar de targets. En als we die hebben gehaald. Dan is het natuurlijk heel leuk. Dan kijk ik van welke campagnes komt dat dan door. En als we het niet hebben gehaald, dan moet ik natuurlijk eigenlijk nog verder de cijfers induiken. Om te kijken waar het hem dan in zat. En ik hou echt van cijfers. Ik ben een echte nerd. Dus dat is dan mijn input die ik in dat overleg dan deel. Dus dan zeg ik, ja, ik zie dat we, vanuit Google veel minder hebben geconverteerd. Dus dat kan dan komen doordat er minder gezocht is überhaupt. Of er, weet je wel, in de kerstvakantie is er sowieso minder zoekverkeer naar onze website. Dus Google kan het zijn. Maar dat kan dan ook komen als er wel verkeer is, maar geen conversies. Dan kan het ook weer komen doordat er niet de juiste promoties op de artikelen stonden. Het kan natuurlijk uit e-mails komen, de conversies. Dus dat we de juiste of juist minder relevante producten daarin hebben geplaatst. Dus dat is mijn rol om dan lekker de cijfers in te duiken en een analyse te doen van onze campagnes en hoe het kan dat we onze doelen wel of niet hebben gehaald. En dat vind ik heel leuk. Sorry, ik ben een beetje aan het hijgen, maar dat komt omdat als ik wandel, dan wandel ik ook graag snel. En nu helemaal, want ik ben bang dat ik anders niet op tijd thuis ben. Ja, lukt. Makkelijk. Mijn koffietje is al op. Echt fantastisch deze beker. Maar met deze buitentemperaturen koelt het wel snel af. Maar ik loop natuurlijk veel liever hiermee dan met een thermoskan. Ja. Nou goed, nog even een stukje wandelen en dan het overleg in. Zo, weer thuis. Oh nee, ik kwam erachter dat ik heel vaak een nieuwe video begin met zo. Dus stilte en weer thuis. En helemaal geïnstalleerd en klaar voor onze weekly stand-up meeting. Dus daar ga ik nu in. Mijn eerste overleg zit erop van de dag. En kijk, kunnen jullie het zien? Het regent. Dus ik ben zo blij dat ik vanochtend alvast een rondje ben gaan wandelen. Helemaal veel energie heb ik ervan gekregen. Over 3 minuten begin mijn volgende overleg. Dat is een overleg over Instagram stories en over onze contentplannen voor deze week. Dat duurt altijd maar heel kort. We zijn binnen een kwartier al uit wat we allemaal gaan doen. Dus lekker efficiënt, daar hou ik van. Spijkers met koppen. Ja. Het is alweer 2 uur geweest en al mijn overleggen van vandaag zitten erop. En ik denk dat ik voor de rest van de dag eventjes beneden ga werken. Bij mij helpt het altijd. Als het niet lukt om in 1 keer door te knallen, dan weet ik dat ik eventjes van plek af en toe moet afwisselen. En dat hangt natuurlijk af van de dingen die op mijn to-do-lijst staan. Als ik echt de cijfers in moet duiken, dan blijf ik liever boven, want daar heb ik een tweede scherm. Maar als dat niet hoeft, dan maakt het niet zo heel veel uit waar ik zit.
Dus ik ga denk ik nog heel even hier gezellig zitten bij de boom. En ik dacht, ik geef jullie. Ik zou nog een update geven van de kerstboom. Hoe die er in het daglicht uitziet. So, here it comes. Tudu. Kijk, die pluimpjes komen er heel leuk in uit. Omdat ze wat verder gekleurd zijn. En dat goud, dat geeft echt veel meer... Nou, die vallen gewoon op omdat ze goud zijn. En deze glitterbal, die ziet er in het... Die heeft allerlei verschillende kleurdimensies. In het... op de camera lijkt die wat meer... Ja, waar lijkt het eigenlijk op? Ik weet niet. Maar in het echt lijkt die meer groen. En dat past dan beter bij de muur. To do, die er op de camera trouwens heel veel lelijker uitziet dan in real life. Dus als je echt de muur wil zien, moet je maar eens een keertje komen kijken bij ons. Wat hebben we nog meer? Oh ja, deze leuke. Oh, die heeft ook veel meer kleurdimensies in het echt. Ik denk dat we gewoon een hele complexe kleur groen hebben. Dat die camera dat niet kan opvangen. Oh, en deze kortje. Joehoe! Dat geknak, dat zijn mijn knieën. Zo. Nou, en deze glitterbal nog. Ik ben er... Oh ja, en die leuke dingen. Ik ben helemaal enthousiast, zoals je merkt. Want, nou, een beetje wat ik gisteren ook al zei. Hij voelt nu gewoon wat meer af en, nog, en niet meer zo heel kaal. Genoeg kerstbomenpraat. Ik ga nog even wat to-do's wegwerken. Ik heb wel enorme hoofdpijn gekregen in de loop van de dag. Dus ik heb een paracetamol genomen en hopelijk lost die dan zo op, die hoofdpijn. Zodat ik weer ongestoord verder kan werken. En dan nu, in the meantime, ga ik even een wat simpeler taakje doen misschien. Ik heb er iets in gedacht. Ja, komt helemaal goed. Ik zit even op de bank te werken onder een kleedje. En het is zo donker. Ik heb gewoon het gevoel dat ik lampen aan wil doen. En het is nog geen 3 uur. Ik heb daglicht nodig. Ik ben nogmaals echt mega blij dat ik vanochtend al een rondje ben gaan wandelen. Nou goed. En ik bedacht me dat ik nog helemaal geen timelapse heb voor vandaag. Dus ik ga jullie gauw even daar zo zetten. En dan zien jullie mij gezellig eventjes werken. Kwaliteitscontent, al zeg ik het zelf. Nou, dag hoor. Mijn laptop is weer afgesloten. Het is 4:15 geweest. En mijn hoofdpijn is nog niet weg. Dus ik denk dat ik heel even een klein dutje of zo ga doen. Tot Jasper thuis is. En dan hoop ik dat ik straks weer wakker word zonder hoofdpijn. Of nou ja, slapen lukt waarschijnlijk toch niet. Want ik ben echt een verschrikkelijke nerd als het op slapen aankomt. Ik heb er echt allerlei ideale voorwaarden voor nodig, condities. En alleen dan val ik in slaap. Fun fact about me. Zat je echt op te wachten. Maar in ieder geval, ik ga dus heel eventjes mijn ogen dicht doen. En hopen dat die hoofdpijn strakjes weg is. Want het is niet zo fijn. En ik had nog allemaal plannen voor vanavond. Niet om weg te gaan, gelukkig. Maar om wat dingetjes te laten zien. Te filmen. Ik moet nog een wasje doen. Oh, wat een drama. Nou goed. Wish me beterschap. En talk to you later. En ik kijk naar mijn Favo Vlogmas vlogs. Ik volg die van Sarah Rebecca. En Zoe Sack. En zij is echt mijn all-time favorite. Zij is zo'n leuk kind. Ze eten pizza op de vlog. Nu heb ik ook zin in pizza. Maar we eten geen pizza. Oh my god.
Ik voel me zielig. Hashtag zelfmedelij. Wat wou ik vertellen? Het is weer even later. We hebben avond gegeten. De lekkere Koreaanse beef rubjes. Die trouwens van HelloFresh zelf toch wel echt een stuk lekkerder zijn dan wanneer je zelf je shit koopt in de supermarkt. Oftewel, het zijn toch wel echt... no spoil natuurlijk. Maar het zijn wel echt lekkere producten van Bonjour Fresh. Dus... daar gaan we gauw weer dingen van bestellen in het nieuwe jaar als we weer wat meer thuis zijn. Want nu hebben we gewoon hele drukke maanden. Ik ben mijn vlog aan het editen, maar mijn hoofdpijn komt terug. En ik wilde nog allemaal spannende dingen laten zien. Maar dat komt een ander keertje. Want nu moet ik eventjes snel naar bed. Dus, leuk dat je weer gekeken hebt. En tot morgen. Dankjewel.